Leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag weer een budget beauty battle. Zoals je ook al kan zien in de titel doe ik het met haarlak. Een budget beauty battle is een battle tussen twee producten. Eén goedkoop product en een wat duurder product. En dan ga ik kijken welk product ik fijner vind en beter vind. En dat ga ik vandaag dus doen met haarlak. Ik heb gekozen voor twee haarlakken. Eén budget en één duurdere. De budget is van Kruidvat. Dit is de hairspray voor colored hair. Ik heb per ongeluk die voor gekleurd haar gekocht. Dat was niet de bedoeling, maar ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Deze is heel sterk. Van de vier dingetjes die hij kan krijgen, heeft hij nummer 4. En deze kost volgens mij €2,39. En ik heb ook de Elnette haarspray met sterke fixatie. En verder niet zo heel veel bijzonders. En deze kost €7,99. En ik ga deze twee laten battelen tegen elkaar. En hoe kan je nou beter twee haarlakken testen door je haar te krullen en dat dan in te spuiten met haarlak? Ik heb mijn haar gisteren gewassen, dus ik ga daar nu krullen in zetten. En mijn haar is heel stijl en ook als ik krul, dat is binnen de kortste keren, is het gewoon weer stijl. Dus daar kan ik wel wat haarlak bij gebruiken. Dus ik ga gewoon testen bij welke haarlak mijn krullen beter blijven zitten en hoe het aanvoelt en zo. Maar daarvoor moet ik natuurlijk eerst even mijn haren krullen, dus dat ga ik even doen. Zo, mijn haar is gekruld zoals je ziet. Geen hele volle bos met krullen, maar ja, dat is mijn haar gewoon. Het is vrij stijl en krullen blijven er ook niet zo heel lang in zitten. Ik heb mijn haar even in twee gelijke stukken verdeeld. En ik ga ze gewoon beide gebruiken. En dan ga ik gewoon kijken wat ik ervan vind. Ik begin met die van Kruidvat en dan ga ik deze kant mee doen. Dus ga ik gewoon even sprayen. Ik merk dat de geur echt zo'n typische haarlakgeur is, zeg maar. Dus dat, ja, hoort erbij. Maar dat vind ik meestal niet zo heel erg lekker. En ik doe lekker veel in mijn haar. Dat je denkt, wow, doe je zoveel haarlak in je haar. Maar doe ik expres ook om te kijken of het hard wordt en of het gaat plakken en zo. Want dat vind ik ook altijd wel belangrijk bij haarlak. Ik merk wel dat het een beetje plakt. En ja. Ik ga het even laten opdrogen. En ondertussen doe ik de andere kant. Die doe ik met de Elnette haarspray. Deze heeft ook wel die haarlakgeur, maar met een beetje een... Er zit toch een soort geurtje in. En een beetje parfumachtig geurtje. Zo. De beide haarlakken zitten erin. Deze ruikt dus niet zo lekker. En deze heeft een klein beetje een geurtje. Dus dat is op zich al wel fijn. Deze is al droog. Het wordt een beetje hard. Als het opdroogt, plakt het niet meer zo. Dus dat is wel fijn. Deze lijkt nog heel even een beetje droger. Ik moet zeggen dat ik deze kant van Kruidvat er wel mooier uit vind zien. Wat meer natuurlijker. En deze lijkt een beetje nattig. Ja, ik weet niet zo goed. Ik weet niet of je het kan zien ook zelf. Maar hier lijkt het echt, ja, alsof er echt een soort gel iets in zit. Dan gaan we even naar de puntentelling. Ik begin met de verpakking. Ik weet dat verpakking niet belangrijk is. Maar ik vind het toch altijd wel een pluspunt aan een product. Als het er mooi uitziet en als er over na is gedacht, vind ik dat altijd heel erg leuk. En eerlijk is eerlijk, die van Kruidvat, ja, ik vind dit gewoon echt heel lelijk. Groen en oranje en zo, nee. Dit is gewoon niet mijn ding. Smaken verschillen natuurlijk, maar dit vind ik gewoon echt niet mooi. En dit ziet er best wel chic uit en heeft ook een hele bijzondere dop. Dus daarvoor krijgt Elnette een punt. Voor plakkerigheid krijgen ze beide geen punt, omdat ik ze beide niet vind plakken. Die van Kruidvat die plakt wel eventjes toen ik hem net had aangebracht. Maar nu is het een beetje opgedroogd en dan heb ik daar eigenlijk geen last meer van. Voor de geur krijgt Elnette een punt. Nog een punt, die heeft er nu dus 2. En voor hoe het er nu uitziet krijgt Kruidvat een punt. Omdat ik dit er heel natuurlijk uit vind zien. Net alsof er geen haarlak in zit. En hier zie je het toch een heel klein beetje. En qua krokantheid van de haar, zeg maar dat het zo hard wordt. Vind ik beide wel vergelijkbaar. Allebei niet echt krokant. Ja, hier op mijn hoofd voel ik wel een beetje. Maar verder... Ja, zijn ze vergelijkbaar. Ik voel hier dan weer een beetje krokant en hier. Dus hebben ze allebei een heel klein beetje. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik best veel in heb gespoten. Gewoon oppassen dat je niet te veel doet en vooral niet te veel op één plek. En nu is het belangrijkste natuurlijk. Welke is het sterkst? Welke kan mijn stijle haar gekruld laten? Dus ik ga nu gewoon even aan de slag. Ik ga nog een andere video opnemen. En ik ga nog wat artikelen schrijven. En dan kom ik over een tijdje bij jullie terug om te zien welke krullen er nog in zitten en welke misschien niet. Ik ben er weer, maar dan met een andere lipstick. Geef verder niet. Ik ben ongeveer 2 uurtjes verder. Ik heb wat video's opgenomen, wat bewerkt. Ik heb even mijn handen door mijn haren gehaald en ook een elastiek ingehad. En dit is wat er van over is gebleven.
zoals je ziet, minder krullen dan net. Maar dat hoort gewoon bij mijn haar. Het heeft niks te maken met dat allebei de haarlakken slecht zijn. Mijn haar die is gewoon zo weer recht en weer zonder krullen. Maar ik ga even kijken welke ik het mooiste nu vind en welke het langste is blijven zitten. Ik zie hier aan deze kant van de kruidvatkant toch wel nog wat meer krullen dan hier. Hier is het echt al helemaal uitgezakt. Ja. Dus dat doet kruidvat dan wel weer beter. En qua pluis, want heel vaak als ik mijn haar krul, dan pluis het al wat sneller. Vind ik het allebei gewoon ja, prima. Allebei een beetje pluis, maar niet heel erg. Als ik mijn handen erdoor haal, gaat het wel makkelijker in deze. Dus deze geeft toch wat meer het krokante effect. Lastig hoor, want ja, deze vind ik er nu mooier uitzien, denk ik. Ook al zijn de krullen weg. En deze, die heeft gewoon nog krullen, wat ik toch wel belangrijk vindt, ook als ik krullen maak, dat ze lang blijven zitten. Dus ik vind het heel erg moeilijk. Sowieso heeft kruidvat het echt goed gedaan. Want ik dacht, dat wordt één plakzooi, één krokante stuk in mijn haar. Maar dat valt dus echt wel mee. En de krullen blijven ook gewoon goed zitten. Dus ja, dat vind ik wel heel erg fijn. En hier zijn de krullen wel eruit. Maar mijn haar voelt wel gewoon goed aan, zeg maar. Hoe zeg je dat niet? Klitterig, wat je altijd hebt bij haarlak. Ja, wel een beetje. Maar ja, goed. Lastig. Ik heb even heel goed nagedacht over wat ik nou belangrijk vind en wat ik nou fijn vind. Maar ik vind het echt heel erg moeilijk. Eigenlijk zet ik ze beide op de eerste plek. Maar toch ga ik voor de lelijke kruidvatfles. Omdat deze gewoon een stuk goedkoper is. En toch prima zijn werk doet. Mijn krullen blijven er gewoon prima door zitten. Dus ja, deze heeft toch gewonnen. Applaus. Maar zeker is deze ook prima. Ik denk dat dit ook fijn is om te gebruiken als je bijvoorbeeld je haar opgestoken hebt of zo. En je dan even spuit. Dat bij deze dan wel heel erg fijn is. Het hangt ook een beetje vanaf wat je doel is met haarlak. Als je echt je krullen goed wil laten zitten. Of je wilt een opgestoken kapsel goed laten zitten. Of je wilt gewoon een staart zorgen dat er geen haartjes uitvliegen. Hè? Dat zijn allemaal verschillende dingen waarvoor je haarlak kan gebruiken. En je moet sowieso voor jezelf even kijken waarvoor jij je haarlak wil gebruiken. En wat jij belangrijk vindt. Maar ik vind die van Kruidvat heeft het echt heel erg goed gedaan. Dus die is voor mij toch de winnaar. Twee goede haarlakken dus. Dus je weet wat je kan kopen. Eén van deze twee zijn allebei prima. En dat colored hair ding, ja, daar heb ik eigenlijk niet heel veel aan gemerkt. Maar goed, ik heb ook geen gekleurd haar. Dit was mijn budget beauty battle. Ik hoop dat je hem leuk vond. Wil je er nou nog meer zien? Laat het dan even weten. En als je een leuk idee hebt voor een battle, laat het dan ook even weten. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!